In de eerdere video's hebben we gezien dat het bestuur in Nederland heel erg veranderde. en dat er allerlei politiek-maatschappelijke stromingen opkwamen. die opkwamen voor verschillende klassen. Maar we hebben eigenlijk nog niet gewoon gekeken naar wat er gebeurt in Nederland met de samenleving. Want daar verandert vanaf 1848, in de tweede helft van de 19e eeuw dus. ook heel erg veel. Nederland heeft namelijk een industriële revolutie in die tweede helft van de 19e eeuw. En dat betekent dat uh, producten voortaan niet meer met de hand worden gemaakt of met uh, machines en werktuigen die bijvoorbeeld met de hand of met uh, wind of waterkracht worden aangedreven in uh, kleine werkplaatsen. Nee, producten worden voortaan gemaakt met behulp van machines in fabrieken waar heel veel mensen werken, waar heel veel machines bij elkaar staan. En die machines die worden aangedreven door middel van bijvoorbeeld stoomkracht of elektriciteit. Nou, dat heeft grote gevolgen voor de economie, want de productie neemt enorm toe. En daarom dus een revolutie, maar het zorgt ook voor grote veranderingen in de rest van de samenleving. Want die industrialisatie die zorgt ervoor dat Nederland een industriële samenleving wordt. En de belangrijkste kenmerken daarvan zijn als volgt. Nou ja, het eerste is dus dat uh, de meeste mensen in zo'n industriële samenleving die werken in de industrie. Daarvoor was het eigenlijk zo dat de meeste mensen op het land werkten, in de landbouw. Maar je ziet dus dat ook daar nieuwe machines komen, dat daar minder mensen nodig zijn. En dat tegelijkertijd die nieuwe fabrieken, dat die mensen nodig gaan hebben om in die fabrieken te werken. En dan zie je dus een grote trek ontstaan van het platteland naar die nieuwe uh, industriesteden. En dat is ook meteen een tweede kenmerk van zo'n industriële samenleving. De bevolking groeit heel snel. En de steden die groeien ook heel snel. En bijvoorbeeld Eindhoven en Tilburg zijn daar hele mooie voorbeelden van. Dat zijn aan het begin van die 19e eeuw nog relatief kleine stadjes. Maar uh, door de komst van uh, de fabrieken en de mensen die daar dan uh, gaan werken. groeien die plaatsen uit tot grote steden. De manier waarop mensen en spullen vervoerd worden. die verandert ook. Dat gaat niet meer via paard en wagen. of via een trekschuit over een rivier. Nee, dat vervoer gaat steeds meer via spoorlijnen. En ook via kanalen die op allerlei plekken in Nederland worden gegraven. Daardoor is het voor mensen ook mogelijk om in een kortere tijd grotere afstanden af te leggen. Dus de wereld wordt voor mensen ook echt een beetje groter in zo'n industriële samenleving. En dan als laatste nog een heel ander kenmerk van zo'n industriële samenleving. In zo'n samenleving worden de verschillen tussen rijk en arm ook groter. Natuurlijk zijn er altijd al verschillen geweest tussen rijk en arm. Maar je ziet dat in uh, zo'n industriële samenleving, uh, die kloof eigenlijk groter wordt. De verschillen worden groter. En zeker die onderste klasse, die arbeidersklasse, die dus naar die fabrieksteden trekt, die in die fabriek het werk gaat doen, ja, die hebben het toch best wel zwaar te verduren. Want, want zeker zo rond 1850, ja, dan zijn de leef- en de werkomstandigheden voor die arbeidersklasse, die zijn behoorlijk slecht. Dat werken in die fabrieken, dat is bijvoorbeeld uh, behoorlijk uh, gevaarlijk kan dat zijn. Hè? Mensen die raken regelmatig hun uh, vinger kwijt omdat ze klem komen te zitten tussen hun uh, machine bijvoorbeeld. Het kan sowieso slecht zijn voor de gezondheid, omdat je de hele tijd in het lawaai staat en in allerlei dampen staat, of dat je te maken krijgt met stof uh, wat op je longen slaat en dergelijke. Dus uh, dat was niet bepaald goed voor uh, de gezondheid. Er werd ook veel gebruik gemaakt van kinderarbeid. Dus ook kinderen van een jaar of zes, zeven, acht, die uh, kregen soms al werk in die fabriek. Uh, en de lonen die waren vaak laag. Je moest lange dagen maken, maar je kreeg er heel weinig voor betaald. En nog steeds was er ook nog heel veel werkloosheid. Dus als jij niet wilde werken, nou, dan nam iemand anders dat werk voor je over. Dus die lonen die konden zo ook laag blijven. Ja, en dan die woonomstandigheden in die steden... Nou ja, daar zie je echt op sommige plekken sloppenwijken gaan ontstaan. De Amsterdamse Jordaan is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Het is nu een hartstikke fijne buurt om te wonen. Daar zijn de huizenprijzen ook gigantisch hoog op dit moment. Maar dat was rond 1900 echt een sloppenwijk, echt een achterbuurt. Met hele kleine huizen, die vaak ook van slechte kwaliteit waren. Dus het was heel tochtig, het was koud, het kon er vochtig zijn ook. Nog lang niet ieder huis was aangesloten op de riolering of had een eigen toilet. En ook die dingen die zorgen ervoor dat ook dat terugslaat op die gezondheid van die arbeiders die daar wonen. Ja, en dan komt eigenlijk de vraag, moet daar niet iets aan gebeuren en wie moet dat dan doen? En die vraag, die noemen we de sociale kwestie. We hebben een sociaal probleem, een maatschappelijk probleem. En de vraag is dus, hoe kunnen de leef- en werkomstandigheden van de arbeiders verbeterd worden? Hey, wat je al wel ziet gebeuren is dat uh, mensen uit de hogere burgerij, dat die zich dat lot van die arbeiders aan gaan trekken. En dan heb je het bijvoorbeeld over artsen of over onderwijzers of schrijvers en ook uh, mensen die uh, voor de kerk werken, die zien in die industriesteden dat het niet goed gaat. En die gaan allerlei liefdadigheid opzetten om er maar voor te zorgen dat het leven van die arbeiders iets beter wordt. Maar de regering, die doet er dus niks aan. Het is een liberale regering en die houden heel lang het standpunt aan van nee, de overheid moet zich zo min mogelijk met de samenleving bemoeien. Dus mensen moeten zichzelf kunnen redden. Als wij ze gaan helpen, dan worden ze daar misschien wel lui van, dachten sommige liberalen. En dan help je ze dus niet. Maar de socialisten die willen juist wel dat de regering actief iets gaat doen. Dus die willen heel graag dat het kiesrecht wordt uitgebreid. Dat steeds meer mensen mogen stemmen. Ook armere mensen, ook arbeiders dus. Want dan kan de regering met allerlei sociale wetten komen. Die de arbeiders kunnen beschermen. En in de 19e eeuw, de tweede helft daarvan. zien we langzamerhand ook dat er wetten komen. die de leven- en werkomstandigheden van de arbeiders beter maken. Een aantal voorbeelden daarvan laat ik je nu zien. De eerste is de Armenwet. Dat is eigenlijk de oudste sociale wet. Die wordt al in die grondwet van Torbek eigenlijk al min of meer een beetje afgesproken. En dan zie je dus dat de overheid de allerarmste wel gaat helpen. Maar dat ze eigenlijk zeggen, nee ja, de kerk die moet het eerst maar een beetje oplossen. Die moet ervoor zorgen. En als die het ook niet meer kan, ja, dan willen wij wel een beetje bijspringen. Dus in die arme wet zegt die overheid eigenlijk, ja, wij willen er zo min mogelijk aan doen. Mensen moeten het zelf regelen of de kerken moeten het maar regelen. Maar er komt langzaam verandering in. Ik noemde net al even dat er bijvoorbeeld kinderarbeid is. Nou ja, dat was ook iets waarvan ook veel liberalen op een gegeven moment vonden, ja, misschien moeten we daar toch echt mee stoppen. En dan is het ook een, een liberaal, weliswaar een, een beetje een vooruitstrevende liberaal, Samuel van Houten, die komt op een gegeven moment als minister met het zogenaamde kinderwetje van Van Houten, zoals we dat tegenwoordig noemen. En die wet, die verbiedt voortaan dat kinderen onder de twaalf jaar nog in de fabrieken mogen werken. Op het land mogen ze nog wel steeds werken om bijvoorbeeld mede oogst binnen te halen. Maar kinderen onder de 12 jaar mogen niet meer in de fabrieken werken. En dit is eigenlijk de eerste echte sociale wet die er in Nederland is. En die zorgt voor het eerst dus voor een beetje bescherming van die arbeidersklasse. Nou, een andere belangrijke wet die wordt ingevoerd is de zogenaamde ongevallenwet, waarbij eh, arbeiders zich verplicht moeten gaan verzekeren tegen eigenlijk die gevaarlijke werkomstandigheden die er kunnen zijn, voor als ze een ongeluk krijgen in die fabriek. Eh, zodat als ze dan eh, arbeidsongeschikt raken, niet meer kunnen werken, dat ze in ieder geval nog een inkomen hebben. En dat moet die arbeidersklasse ook weer helpen om een beetje uit die armoede te komen. Daarvoor was het zo dat als jij uh, ja, uh, niet meer kon werken omdat je bijvoorbeeld een hand was kwijtgeraakt, ja, dan had je vette pech, dan moest de rest van jouw familie maar zorgen voor meer inkomen. Dus die ongevallenwet die zorgt ervoor dat ze toch nog geld krijgen voor het geval dat het mis zou gaan. En als het gaat over die slechte woonomstandigheden, dan doet de Woningwet uit 1901, die doet daar heel veel goed voor. Want die zegt eigenlijk dat uh, de bouw en ook de bewoning, hè, dus de, van de woningen die er al staan, van ongezonde woningen moet stoppen. En de woningen die er gebouwd moeten gaan worden, die moeten aan bepaalde eisen voldoen. En dan zie je dus dat er hele nieuwe moderne arbeiderswoningen komen. Zoals je hier bijvoorbeeld dit huizenblok ziet, wat dan in Amsterdam gebouwd gaat worden voor arbeiders. En deze wetten zijn alle vier voorbeelden van de overheid die uiteindelijk toch iets gaat doen aan die sociale kwestie en op deze manier toch die arbeidersklasse een beetje probeert te helpen.